Maar ik ben in ieder geval geslaagd, dus ik ben blij. Even een dikke duim omhoog voor de klantenservice van de HEMA hier. En dit zullen we maar niet filmen. En dit. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag maandag en ik sta eigenlijk al op het punt om weg te gaan. Het is namelijk 11 uur en ik ga lekker naar de stad. Vandaag is het lekker rustig in de stad, want het is maandag en maandag is het altijd het meest rustig in de stad. En ik moet nog heel veel iets van een outfit eventueel vinden, anders doe ik dit namelijk aan morgen. Maar ik hoop dat ik nog iets anders kan vinden, misschien bij de Primark. Voor de Efteling morgen, want morgen wordt het 30 graden. En ik voel me niet zo gemakkelijk in een jurkje en ik heb wel korte broekjes, maar ik heb niet echt iets voor erop. Ik ga heel even bij de Primark kijken of ik daar eventueel nog een outfit kan zoeken. En ik wil nog heel even naar de V&D om te kijken voor een dekbed overtrek en bij de HEMA. En nou ja, ik ga gewoon een rondje stad doen. Ik ben vandaag toch lekker vrij, dus de laatste relaxte dag die ik heb. Morgen ben ik de hele dag weg en die dag daarna ga ik verhuizen, dus ik ga het er vandaag nog lekker van nemen. Vanavond moet ik voornamelijk veel vlogs gaan editen, ik moet nog 3 vlogs gaan bewerken. Maar dat komt ook allemaal helemaal goed. Dus nou, dat is een beetje de planning. En ga nu kijken hoe laat de bus gaat. En dan ga ik met de bus ga ik naar de stad. Ik wou eerst op de fiets, maar de kans is groot dat ik heel veel ga kopen. De kans is ook aanwezig dat dat helemaal niet zo is. Ja, dan kan ik beter op de fiets. Maar stel dat ik wel heel veel spullen heb, dan heb ik niet meer de keuze om dan nog de fiets daar te laten en dan met de bus terug te gaan. Dus ik ga het risico niet nemen en ik ga gewoon met de bus voor de zekerheid. Het is maar 10 minuutjes, 5 minuutjes met de bus en het kostte maar 70 cent. Dus daar ga ik het niet voor doen. Ik ga even kijken hoe laat de bus gaat. En dan ga ik op naar Nijmegen Centrum. Voor waarschijnlijk een van de laatste keren. Nou, dit heb ik weer. Normaal gesproken stap ik altijd uit bij plein 44. En de Nijmegenaren onder ons zullen begrijpen waar het is. Maar omdat er dus markt is. En ik ga nooit op maandagochtend met de bus. Maar dan is er dus altijd markt. En ik was het vergeten. Dus hij reed helemaal om via de Waapkade. En ik kon helemaal niet langs plein 44. Dus nu ben ik maar uitgestapt op het station. En dan loop ik naar de stad. Het is ook maar een kleine 10 minuten lopen. Zo erg is het allemaal niet. Maar ik had nu al zeg maar 3 keer in de stad kunnen zijn. En er waren ook nog haltes die dichterbij waren dan het station. Maar toen was ik nog helemaal niet bij mijn gedachten van... Ja, maar hij moet toch altijd langs plein 44, dacht ik. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Ik heb toch geen haast. Lekker relaxed, lekker de tijd nemen. Ik ga lekker naar de Primark. Ik hoop dat het een beetje rustig is in de stad. Want het is wel aardig druk. Maar we zullen het zien. En ik hoop dat ik kan slagen in de stad. Dat is het belangrijkste. Oké, ik ben nu in de Primark. Ik heb heel veel mogelijke dingen. Dit zou eventueel een setje kunnen zijn. Ik heb 2 broekjes en dan allemaal shirtjes die ik erop kan dragen. En nu ga ik ze heel veel passen. Maar het licht in de Primark is altijd super kut. Dus ik ben benieuwd. Maar ja, ik hoop dat we eruit komen. Ik heb alles extra groot gepakt, zodat het lekker los zit. Dus ik hoop dat het lukt. Ik ga passen. Oké, ik ben geslaagd. Het wordt dit. Het wordt dit broekje. Met een heel groot losbengelend shirt. Deze moet ik nog heel veel maatjes groter pakken, want dan zit hij wat wijder. Hij is al 2 maten groot, maar dat maakt niet uit. En dit wordt het niet. Dit wordt hem ook, maar deze moet ik heel veel maatjes groter pakken. En die ook. En dit wordt het niet. Dus, dat gaan we doen. Maar ik ben in ieder geval geslaagd, dus ik ben blij. Even een dikke duim omhoog voor de klantenservice van de HEMA hier. Ik had een matrashoes gekocht. En zoals jullie weten was die van mij, die was laatst helemaal gescheurd. Dus ik heb mijne teruggebracht, maar ik had geen bon meer. Maar ik heb wel gewoon netjes het geld gegeven. En als ik zelfs nog die matras van Manny, die hoes van Manny mee had genomen, had ze ook nog geld teruggekregen zonder bon. Dus dat is echt super netjes, dankjewel. Ik denk, ja, wat moet ik ermee als ik er toch... En ik had ook nog eens keer eentje voor een 2-persoons matras en ik heb 2 losse matrassen. Maar goed, ik ga nu nog even een rondje lopen in de HEMA om te kijken of ik nog heel een leuk dekbed overtrek kan vinden. Want ja, we willen een beetje een man en een vrouwelijk dekbed overtrek hebben. Milan wil niet onder mijn pet dekbed overtrek liggen. Dus dat ben ik nu al even aan het zoeken. En ik ga zo meteen nog heel even naar V&D. En dan ga ik lekker met een sapje op het dakterras zitten. En ik moet nog heel veel zonnebrandcreme halen. Want morgen wordt het 30 graden. En met het blanke lichaampje van mij verbrand ik levend. Ik had trouwens net een man in de bus en die zei tegen mij dat ik een heel mooi blank meisje was. Dus dat ik een hele mooie kleur wit had. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat was super lief. Dus tot zover. Ik dacht even dat hier 50 Sheets of Grey stond. 50 Sheets of Grey. Oké, misschien is het mijn humor, maar ik vond het wel grappig. Dus ik wou het heel veel delen. Ik ben nu in de V&D en ik heb een hoeslaken gevonden. En een dekbed overtrek. Het enige wat ik nou nog moet is eigenlijk 2 extra kussens slopen. En die wil ik graag in een leuk kleurtje. Omdat het best wel een simpel dekbed overtrek is. Maar ja, het is wel en mannelijk en vrouwelijk. Dus bijvoorbeeld Moeiland zich niet... weet ik veel...
in een beetje een vrouwelijk dekbed of zo. Deze vond hij in ieder geval ook mooi, dus dat is fijn. En zometeen ga ik weer terug naar huis. Want ik heb in principe nu alles waarvoor ik kwam. En dan ga ik daarna boodschappen doen voor de Efteling. Want ik moest nog broodjes snijden of broodjes smeren voor Tom en mij. Dan ga ik nog even lekker fruit werken, lekker chillen. Vanavond lekker met Mandy eten en dan is de dag al rond. Dus dat ga ik doen. Ik ga eerst nog even op zoek naar 2 extra kussenslopen. Ik sta nu bij de bushalte. Ik heb mijn dekbed over het trek afgerekend. Alleen dan vraag ik me af of de bus nu wel hierheen komt. Hij zou over 1 minuut moeten komen. Zou wel trouwens perfect zijn als ik het echt zo heb uitgestiept. Maar goed, we zullen het meemaken. Ik zeg het zo meteen. Mocht je je trouwens afvragen waarom ik me heb omgekleed. Ik heb meteen een Primark outfit aangedaan. Ik vond het veel lekkerder zitten dan het jurkje wat ik aan had. Ik voel me hier toch wat meer comfortabel in. Ik vind sowieso blote benen niet echt heel erg fijn. Maar als het dan moet, dan liever wel fijn, zeg maar. Liever dan een te kort jurkje. Het jurkje is wel heel fijn, maar voornamelijk voor thuis. Maar goed, we zullen meemaken of de bus komt. Kijk, dit is waarom ik Nijmegen zo leuk vind. Het is net vakantie. Het is net alsof je in Griekenland loopt. Ook met die stenen. Ik loop nou naar de Waalkade, want de bus kwam niet op dagen. Dus nou maar eens uitvogelen waar die dan wel komt. Kutzooi. Was ik maar alsnog met de fiets gegaan, nou baal ik ervan. Maar goed, hiervan word ik dan wel weer vrolijk. Het is een mooi stukje Nijmegen. Ik ga het wel missen. Zo, ik ben weer at home. Eindelijk heb ik de bushalte gevonden. Bij de Waalkade helemaal, maar dat maakt niet uit joh. Ik kwam ook nogal echt super lieve meisjes tegen die een schoolopdracht hadden. Shoutout naar jullie, jullie weten heel goed wie jullie zijn. En nu ga ik lekker naar huis. Dan ga ik denk ik alvast beginnen met mijn koffer in te pakken, want morgen moet ik vanuit de Efteling, ga ik rechtstreeks door naar Hilversum. Maar volgens mij gaan er morgen veel meer YouTubers naar de Efteling. Dus dat is één groot feest, super gezellig. En ik ga gezellig samen met mijn broer, dat vind ik ook wel heel leuk. Zo, die fietsjes naar de kloten. Oh. Nou, ik loop lekker naar huis. Ik ben blij, want ik heb een nieuw dekbed en misschien klink ik vet stupid, maar ik kan echt blij worden van zulke dingen. Dan denk ik, oh, daar heb ik weer een soort van nieuw bed. Ook al heb je alleen maar het dekbed overtrek vernieuwd. Is toch leuk? Nu nog op zoek naar een paar kleine mintgroene kussentjes. Echt van die mintgroene. Babygroen, zeg maar. Zoals jullie die ergens zien, let me know. Die wil ik heel graag voor op het bed, zeg maar. Om daar gezellig bij te zetten. Het is niet zo groot als een echt kussen, een hoofdkussen. Maar echt zo'n klein sierkussentje. Dus als je die ziet, let me know. Wat is nou? Ik heb een boom. Oh, ik wil het rest doen. Oh, we hebben net boodschappen gedaan en onze tassen zitten echt ubervol gewoon. Dat is echt niet normaal. Het past ook allemaal maar net. En ik vroeg mijn broer, want ik ga morgen eens met hem naar de Efteling. Ik vroeg zo, ja, wat voor broodjes wil je hebben? Wit of tarwe? Dus ik heb wit gehaald. Ja, doe maar tarwe. Wat voor drinken wil je? Heel het appen heen en weer. Maar ik heb gelukkig alles gehaald, dus het zal nou wel helemaal goed komen. Ik heb blarenpleisters gehaald. Dan moet ik zeggen dat de pijn nu wel meevalt. Het was straks erger. Maar ja, het zekere van onzeker. En die dingen zijn toch altijd wel handig om in huis te hebben. Maar ze zijn wel super duur. En nu gaan we naar huis. En dan gaan we zometeen kip uit de oven eten. Met een salade. Oh god. Hij snapt er helemaal niks van. Nee. Het blijft ook altijd nog een beetje awkward om op straat te vloggen. Omdat heel veel mensen het gewoon niet begrijpen. Van wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? I care. Ik ben het al zo gewend dat mensen me aankijken terwijl ik tegen een camera aan het lullen ben. Dat ik er niet eens meer van opkijk. Maar ja, wij lopen lekker naar huis. We gaan zo meteen eten koken. Misschien kunnen we nog heel veel in de voortuin gaan zitten of zo. Maar ik ga ophouden, want mijn arm die kan het allemaal niet meer aan. Die tas is zo zwaar. Oh. Manny en ik zijn aan het eten en we hebben kip uit de oven en daar hebben we salade van gemaakt. Het ziet er vreselijk uit, maar het is ook wel vreselijk lekker. Als dit er niet smerig uitziet, dan weet ik het ook niet meer. Die van Manny is heel smerig uit. Die van Manny ziet er nog wel goed uit. Kijk trouwens hoe leuk ze eruit ziet met die rok. Dus ik kan het niet zien zo. Een beetje. Oh. Oftewel, je moet gaan staan gewoon even. Au! Gaan we eten? Ga mee. Ik vind hem echt heel leuk. Het is van een Primark. Vorig jaar, dus je weet niet of hij er... Nou niet meer. Nee, maar hij is wel een tijdje goed. Maar ja, die van mij ziet er echt heel nasty uit. Ja, en die van Mandy ziet er nog wel gewoon smakelijk uit. En dit zullen we maar niet filmen. En dit.
Goed, wij gaan hier lekker van genieten. Smakelijk eten! Ik heb echt tot enorm laat met Mandy buiten gezeten. Lekker voor de deur. Ja, we hebben namelijk geen tuin of een balkon hier. En ik heb mijn bed in de was gedaan. Ik heb mijn laatste was gedraaid. Ik heb net een vlog geëdit. Vanmiddag kwamen er nog heel schattig twee kijkers bij me aan de deur. Die wonen bij mij in de straat en die hadden een cadeautje voor me. En dat was echt super schattig. Daar heb ik nog wel een tijdje mee staan kletsen. Dus dat was heel erg gezellig. Ik ga nu lekker douchen en daarna ga ik lekker naar bed. Want morgen om 9:30 staat mijn broer hier en dan gaan we naar de Efteling. Ik heb daar onmens veel zin in. En ik ben heel erg benieuwd hoe alles gaat en hoe het allemaal gaat worden. Maar ja, dat zien we morgen allemaal. Je kunt het ook live meekijken via de Efteling website. Dus ik neem aan dat wanneer jullie dit zien en je hebt het niet gezien, dat je het ook kunt terugkijken. Want het is namelijk via YouTube. En via YouTube livestreams kun je altijd terugkijken. Dus dat zou wel heel leuk zijn. Mocht dat zo zijn, dan zet ik een linkje in de beschrijving. Ja, dat eigenlijk. Ik ga nu lekker slapen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze... Wow, wat gebeurde hier nou? En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei! We kijken zo. Bye.